vandaag. Wacht even, met deze. Het is 7:30. Ja. En ik heb gesport, want ik ging 7:00 mijn bed uit. Ik heb een broodje met pindakaas. Met nootjes erin. En een glaasje 400 ml water. Ik ga zo hard lopen. Dus, en ik wil liefst wat eten in mijn maag hebben, want anders... Hel. Dat is echt disgusting om niks in je maag te hebben om te gaan hardlopen. Dus ja, ik ga om 9:30 hardlopen. Dus ik heb om 1:00 dit op te eten en het te verteren een beetje. Dus ja, dan ga ik eten. Goedemorgen. Het is nu. Als hij aangaat. Ik weet niet of dat in spiegelbeeld gaat. In ieder geval, het is 9:15. En ik heb alles eten. Twee broodjes met salchimi. Ik weet niet hoe dat heet in het Nederlands. Nee, het is salchichon. Het is niet salchimi, het is salchichon. Anyway. Yoghurt. Dan sinaasappelsap en water. Dat is mijn ochtendeten. Yeah. Als je nou vraagt waarom ik zo bij zit... Het is 16 graden buiten en ik heb hard gelopen. En de laatste dagen is het gewoon 25 in de ochtend. En dan overdag wordt het 30 of zo. En dit keer wordt het vandaag maar 26 en het was nu 16 graden. Ik heb dit voor mijn oren. Ja, mijn oren zijn dood. Je weet dat het zo koud is. Als je in Nederland fietst in de winter en het is zo koud. Dat je oren gewoon zo pijnlijk worden. Omdat ze zo helemaal bevroren zijn. Dat heb ik dus. Mijn thee. Dit is er gebeurd als je zakje van je thee open gaat. Zaadjes. Ik heb eigenlijk geen idee wat het zijn. Wat zit er in het theezakje? Ja, kruiden. Ik heb geen idee. In ieder geval, dat is mijn... Ja, ik drink thee. Nadat ik heb hard gelopen. I know. Ja. Maar hij zegt... Wat? Dat dit toetje... Disgusting is. Dus niet gaan testen. Dus niet gaan testen. Ik heb net wel een likje genomen, want ik dacht dat er in zat ook deze een likje. Een hapje bedoel je? Een likje. Je ligt gelikt als een hond. Ach. Gaan we gewoon verwijderen. Wat is het? Eerst ook nog om mijn kaken. Ja. Eerst proef je niks. En dan proef je het en dan ga je kaken. Nee, ik doe niet zo raar eten. Ik doe dat altijd. Oh, weirdo ben jij. Niemand doet dat, Nienke. Oké. Fucking ijs. Kijk, Nienke. You see this? You see that? Nee, dat doe je niet. Waarom doe je dat nou weer? Waarom? Dat is een andere guy. Oh mijn god, Marije. Wat? Oh, hij is wel echt getekend. Heb je dat echt gedaan? Ja. Nee, dat kan niet. Je wil dingen. Nou, in ieder geval. Gewoon een top toetje. Hier kan een toetje. Ik kan nog graag brood eten, maar dat moet even ontdooien. Marije, wat ga jij eten? Weet ik niet, hoe het heet. Aardbei yoghurtje, toetje. I don't fucking know, meid. Oh my god. Ja. Waarom we dit eten, weet ik ook niet. Ik vind het ding echt goor. Ik heb het gisteren gehad en had niet het bruin. Niet op de aan. Ik ga hem niet. Ja. Eigenlijk, je kan het, weet je hoe je het kan zien wanneer het toetje niet lekker is? Wanneer er zeg maar dit. Wanneer het al best wel laag is. En dan... Oh my god. Hey. Snap je wat ik bedoel? Dan moet je niet hebben een toetje dat niet lekker. Anyway. Dan hebben we mijn water. 100 milliliter. Een broodje met hagelslag. Honing. Een speculoos. Kijk, ik weet niet of ik de enige ben, maar dat is weinig shit die je erop doet. Hè? I know, maar... Ik heb drie keer zoveel... Kijk, eigenlijk als je zo kijkt in de camera, als je erover nadenkt, is het best veel. Vind je? Ik vind ook die hagelslag. Nee, ik kan niet op dat... Nee, maar ik bedoel van dat je drie broodjes eet. Wat bedoel je? Het ziet er zo veel uit als je het op mijn nagel legt. Nee, het is niet veel. Het is lucht. Je lucht is. Oh, die geur. Oké. Wij gaan dit eten, want dan hebben we eten in onze maag. Ik ga beginnen met de honing. Anders lekt het allemaal. Ik heb al heel lang geen honing meer. Oh, dit muts. Heb je dit geroken, maat? Dat is die vieze. Nee, oh, nee.
dat wil ik je vertellen. Ik weet waar het naar smaakt. Het smaakt naar die proteïnetoetjes die ik altijd nam. Met van die brokken shit erin. Gadverdamme. Dat is exact waar die naar smaakt. Dat dikke, lompige. En hier zit niet heel veel shit in. Het is eigenlijk nu 12 uur. Dus eigenlijk een soort van lunch. Lunch. Om 3 uur eten we weer. Nee, ik eet vrij weinig eigenlijk. Maar die bolletjes moeten opgewarmd worden. Oh. Wat open je daar, Marije? Stokjes. Eigenlijk heette dat stokjes. Ja. Ik zweer, dat moeten we daarmee zijn. Zoutstokjes. Kom, zijn stokjes gewoon. Huh? Hoe heet het in Spaans? Dat staat is dat niet in naam? Waar komt het vandaan? Waar is het gemaakt? Niet in Spanje, denk ik. Oh. Dan moet ik gaan... hier staat Duitsland, maar... Ze hebben een taal neergezet waarvan ik op denk... Op mijn speculoos staat België. Wat is dat voor een taal? Kijken. Het is geen Russisch. Zo, so, holy fuck, wat is dat voor taal? Het is heel sierlijk. Oh, ik film ook heel totaal niet wat het moet. Het is heel sierlijk een beetje. Is het Oekraïens dan of zo? Heeft Oekraïne andere... Nee, ik heb geen idee. Alfabet? In ieder geval, ja, we gaan stoppen eten. Want het is... Ik weet niet hoe laat het is, de laatste. 10 voor 2. 10 voor 2, waarom gaan we opeens niet gewoon stokjes eten? Ja. We maken pannenkoeken, want Nienke... Je hebt zin in pannenkoeken. We hebben hier 1 liggen. Kijk niet naar hoe lelijk ze zijn, alsjeblieft. Ja. En dan zei ik, ah, ze zijn zo wit. Ja, we wonen in Spanje en meel is helemaal kut. Bloem, I mean. Ja, het is... Zo heet, Marije, help. Moeten we een nieuwe... Oh shit. Pak hem over. Ik ga het weer over het randje heen, Tiva. Ik zweer het. Ja. We hadden eigenlijk nieuwe dingen erin moeten doen. Helemaal niet. Het is nog helemaal dinges. Oké. Maar snap ik ook, heb ik het papier weggegooid? Ja, dat denk ik. God. Kijk, internet is als je hier maar 8 mee maakt. Dit is onze derde, ik denk. Als ik het nu zie, denk ik dat het wel 8 zijn. Misschien wel minder. En ik ga dit zo meteen afwassen. Maar dat is niet interessant voor jullie. Want jullie gaan gewoon eten. Pannenkoek. Weet. Hier maar, dit is allemaal fijn voor mensen die niet tegen gaatjes kunnen. Ah, fuck off. Het is zo vreselijk. Nou, wij gaan onze pannenkoek maken. We zijn een film aan het kijken. Ik bedoel, een serie aan het kijken. En Marije heeft eten hier. Ze is heel depressief over haar eten. Het is een broodje met hagelslag. Ik ga ook zo eten, maar dat doe ik zo meteen. Zo, ik heb op deze wang gelegen. Deze wang. Ja, daar heb ik op gelegen. Kijk maar, daar. Nou, eet smakelijk. Ik heb nog nooit iemand zo depressief iets gegeten. Is het lekker? Nee. Oké. Okay. Ik heb hem. Ik heb melk. Melk. Ja. En ik heb hier gewoon 2 broodjes met speculoos. Vandaag was niet echt een goede of een slash gezonde dag om te filmen wat we iedereen deed. Maar oké. Okay. Hey. Ik heb vandaag alleen maar brood gegeten. En pannenkoeken. Oepsie. Maar ja, anders eet je bijvoorbeeld pannenkoeken voor lunch. En dan heb je brood in de middag. Dus dat maakt niet echt heel veel. Maar ja, het is klaar. We zijn afgelopen. Dit was de video. Doei.